Ik ben Inge, ik ben 21 jaar en studeer bestuurskunde in Tilburg. Bestuurskunde is een studie die zich focust op openbaar bestuur, waarbij eigenlijk maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benadert. Wat de studie bestuurskunde in Tilburg gaat onderscheiden is dat het onder de rechtenfaculteit valt. En dat is ook de enige in Nederland waar dat zo is. En hierdoor heb je veel meer ruimte om juridische aspecten in te passen in die sociale vraagstukken. Ik heb gekozen voor Tilburg University, omdat het mij een hele fijne universiteit leek. De campus is heel compact en gezellig. Het is niet verspreid door de stad, maar op één plek. Dat ervaar ik toch wel als prettig. Daarnaast is het een heel leuk studentenleven. Binnen bestuurskunde is een heel groot deel actief binnen de studievereniging. En daarin kun je echt je eigen denkwijze. Je kunt sociale activiteiten organiseren, maar ook meer de inhoud ingaan en symposia of lezingen organiseren. Ik heb daar zelf veel hart voor en ik wil me daar hart voor maken. En daarnaast dat je er heel veel van leert in de toekomst, is het ook leuk om je vriendenkring daarop te bouwen. Bestuurskunde aan Tilburg University is heel praktijkgericht. Je hebt een stage in je tweede jaar. Mij lijkt het dan interessant om bij het ministerie van Defensie terecht te komen. Omdat ik Defensie ook een belangrijk gedeelte vind van onze overheid. Like een van onze kerntaken zelfs. Omdat je dus bezig bent met vraagstukken is het vaak heel actueel. Waardoor je dingen die nu het nieuws spelen terug gaat zien in je stof. En daar dus ook theorie meteen op kunt toepassen. Dus er is heel veel ruimte om met de praktijk om te gaan. Daarnaast heb je werkbezoeken, de ministeries, de Tweede Kamer, de Europese Commissie. Waar je al een beetje te zien krijgt van waar je nou terecht kan komen als je deze studie hebt gevolgd. Nou, omdat de opleiding heel klein is, heel kleinschalig, is de sfeer heel ongedwongen. Zowel de eerste, tweede als derdejaars kennen elkaar. Docenten kennen je bij naam. Je kunt altijd mailen als er iets is, als je ergens mee zit. Omdat het ook zo kleinschalig is, kun je ook eerder een ouderjaars aan de mouw trekken als je moeite hebt met een vak. Dus iedereen staat altijd open om je verder te helpen. Dus dat zorgt gewoon voor een hele ongedwongen sfeer. Ik hoop terecht te komen in de Tweede Kamer. Het lijkt me een fantastische baan als Tweede Kamerlid om te werken voor een beter Nederland. Ja, je kunt gewoon heel veel ontzettend veel kanten mee op. Dus ik vind het lastig om precies te zeggen wat ik wil doen. Ik vind onderzoek doen in ieder geval echt wel heel interessant wat ik in mijn stage heb ontdekt. Dus ik zou waarschijnlijk wel voor een PhD-traject willen gaan. Of als consultancy bij een onderzoeksbureau aan de gang gaan. En dus andere bedrijven helpen om vraagstukken op te lossen vanuit een meer wetenschappelijk perspectief. Als je een interesse hebt voor onze maatschappij en de overheid. En je wil weten hoe de overheid werkt en waarom ze zo werken. Dan is de studie echt iets voor jou.